Er waren rijke kinderen. Oh my god, hij is zo mooi. Oh, dat is onze bel, we moeten naar binnen. En er waren arme kinderen. Wat een rotzooi zeg, moeten wij weer opruimen. Om 8 uur moesten de arme kinderen alle stomme klusjes doen. Hebben we de rode looprol klaar liggen? De rijke kinderen daarentegen hoefden pas om 9 uur te beginnen en konden alles op hun dode gemak doen. Die heeft mijn vader speciaal laten overkomen vanuit Amerika. Oh my god, so cool! Dat was de bel voor de rijke kinderen. De arme kinderen waren bijna klaar met poetsen. Jongens, kom, schiet nou eens op. De rijke kinderen komen echt zo. Ja, ja, ja! Oh ja, en er waren ook nog gemiddelde kinderen, waar niets meer was. Kijk, daar zijn ze. I have a lot of money, you don't have a lot of money, yeah, I'm better than you. Hey, oh, ze zijn er. Mama's plus. Oh my god. Ik heb een nieuwe horloge gekocht. Mooi, hoeveel heb je die gekocht? 5000 euro. Oh, dat is een koopje. Ja, man. Er waren strenge regels voor de arme kinderen. De klas had zelfs een afscheiding. Oké, jongens, we hebben vandaag mondelingen over horing Engels. Over deuren. Ik heb niet geleerd voor de toets. Ja, maar dan betaal je toch gewoon. Eén leerling wilde wel graag een overhoring. Jennifer, kom jij maar naar voren. Wat is het Engelse woord voor ananas? Ananas? Nee, juf, dat is pineapple. Had iemand jou wat gevraagd? Oh, nee. Huh, wat ligt daar nou weer? Oké, je had alleen maar pineapple fout. Je krijgt een dikke 9. Yes. Maar dat was niet eerlijk. We gaan verder met de taalles. Pak maar iets om te schrijven. Juf, we hebben helemaal niet zo'n ding. Ja, ik heb blaadjes. Hier. Het was helaas niet eerlijk verdeeld in de klas. Juf, de pen doet het niet. De inkt is op. Ja, bij God. Juf, wat was ook alweer je bankrekeningnummer? Dat is NL935624. Oh, dan maak ik het geld wel even over. Oh, dan betaal ik ook alvast even voor het proefwerk van volgende week. En zo werd de juf alsmaar rijker. Hier juf, het is voor jou. Dank je. Merci dat jij er bent. Oh, wat aardig van je. Helaas viel dit gedrag alleen de arme kinderen op. Juf, het antwoord is 2888. Fout. Lekker mooi. Hè? Gelukkig was er in Roermond een detectivekantoor, waar de normale kinderen heen gingen. Vertel eens kinderen, wat is er aan de hand? Jullie hebben privédetectives nodig? Ja, voor onze klas. Oh, vertel eens, wat is er aan de hand? De kinderen vertelden het verhaal over de arme kinderen en hoe de juf hen niet eerlijk behandelde. Privédetectives waren nu getuigen van de steekpenningen die de juf kreeg. Dat kan toch niet? Dit is schandalig. Ah, juffrouw, ik voel me niet lekker. Dan ben je toch lekker naar huis met je mobieltje. Ja, hallo? Juf, hij doet het niet. Pech gehad, als je maar niet de boel onder kost. Blijf met je rottengels van de klapper af. Nu moet ik hem helemaal gaan ontsmetten, hè? Misschien moet ik hem wel weggooien. Ga maar bij je vriendjes uithuilen. Doei, doei. De juf had de rijke kinderen tegen de arme kinderen opgezet. Hoe kom je aan zoveel geld? Zoveel betalen we op school toch niet? Dat is extra fooi voor het lesgeven. Dat mag helemaal niet, geld aannemen. Dat is tegen de regels. Oh, oké. Oké, we weten genoeg. De arme kinderen kregen een berichtje binnen op een Nokia 3310. We gaan het vandaag hebben over de Joden in de Tweede Wereldoorlog. Toen kwam er opeens bezoek. Ja, wat is er? Je bent ontslagen! Politie, je staat onder arrest. Jij komt mee naar het politiebureau. Laat me los. Nu de juf weg was, ging Lint ook weg.
de slechte invloed van de juf deden alle kinderen aardig tegen elkaar. Nu was er geen verdeeldheid meer.